Welkom allemaal bij aflevering 87 LSPDFR bij Priory Gaming. Leuk dat jullie allemaal kijken. Vandaag gaan we een dagje mee met Mark. Mark is vandaag weer op de noten. Hij heeft hartstikke veel zin. Hij rijdt vandaag de 02 met de Touran in het westelijke gebied van de stad. Het is allemaal hartstikke leuk. Hij rijdt vandaag alleen. Voor de rest zijn er nog niet zo heel veel nieuwtjes. Dus we kunnen gewoon lekker de surveillance beginnen. We staan al ingemeld. Kijken wat deze dienst voor onze petto heeft. We hebben trouwens nog een klein nieuwtje. Dat kleine nieuwtje is... Ik heb er een nieuw core pack in zitten. De Wilderness pakket. Aanraden van Ander. Ik dacht dat die eerst nogal wat bukte. Maar het schijnt mee te vallen. Dus we kunnen kijken of er vandaag wat van die meldingen voorbij komen. Kijken of we die... Trouwens, we kunnen natuurlijk ook gewoon gelijk afwachten en kijken. Of tenminste, we gaan niet afwachten. Kijken, we weten nu. Want we gaan gewoon even kijken. Hij staat erin. Dus kijk, we hebben een arsenal. Dat is brandstichting. Politiebureau aangevallen, demonstratie, een gijzeling, een agent heeft een transportje nodig, een zelfmoordpoging, een vliegtuig crashen, een dier dat iemand aanvalt, een ordeverstoring en een gezochte crimineel in een auto, een illegale jacht, een vermiste persoon, een roekeloze rijder en een steen op de weg. Ik ben benieuwd. Laat ons verrassen. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. Ja. Weet wat we gaan doen? We gaan gewoon die meldingen van de Wildness Squad doen. We gaan naar de arson. Yo, arson. Arson is vuur. Arson pakt hij niet. Nou, dit is wel een beetje een hele extreme. Zullen we anders eens gaan kijken bij de Animal Tech? Pakt hij ook niet, dan ben ik niet in de buurt. Als hij niet pakt, dan niet zeggen dat hij niet doet, hè? Dat betekent alleen dat je niet dicht genoeg in de buurt bent om daar te komen. Dus dan gaan we nog maar eens... We have a disturbance. Precies, nou, dan gaan we maar eens bij de... Mad Wayne Thunder Drive. Units respond code 2. We gaan eens... We hebben ik kom bijna uit mijn woorden. Verderop is dus een soort van demonstratie. Nou, daar worden we nu dus dan heen gestuurd. Dan gaan we die direct op af. En dan gaan we gelijk even de boel korte klein hengsten daar waarschijnlijk. Het zal een inzet met veel collega's zijn. Ik weet niet of de... ME er is, kan het volgens mij is het namelijk een onaangekondigde demonstratie, dus we gaan het meemaken. Verder, dan hebben jullie natuurlijk ook gelijk weer even kunnen zien welke meldingen ik allemaal heb. Dus doe je voordeel mee, zet hem even op pauze, iets terug, spoel hem terug. Schrijf even op als ik op F8 druk welke modpakketten ik allemaal heb. Dat is namelijk dood en doodsimpel. Kijk, ook nou, we zijn in ieder geval, we gaan eens even kijken wat is. Zo, de knetter. Nou, zet hier nog hier even de auto neer. Voor mij kwam de zwaailicht er wel uit. Scheelt weer wat. Approach the commanding officer. Nou, dat doen we. Dat is Trini hier met de wapen in de knuisten, denk ik. Nee, dat is hem niet. Ze zit op de grond. Ik denk dat hij hier achter de auto staat die ik nog steeds niet vervangen heb. Nou, dat is ook een arrestatieteam aanwezig, zie ik. Dat is wel fijn. Wie moet ik nou zijn? Oh, wat is dit nou weer? Ja hoor. Daar staan ze. Wij gaan even kleppen. Hallo. Hallo. Wat zullen we doen? Nou, waar hebben wij zin in? We gaan kijken wat ze gaan doen. We gaan traangas erin gooien. We gaan onze shotguns gebruiken. En ik ga eens proberen uit elkaar te heksen. Nou, wat we dus gaan doen. Dat willen wij gaan doen. Ik ga nu eens even raden wat jullie leuk vinden. We kunnen kijken wat ze gaan doen. En dan gebeurt er misschien niks. We kunnen traangas gebruiken. Shotguns. Dus dan schieten we ze helemaal overhoop. Nou, daar ben ik niet voor. We zijn niet voor het extreme geweld, maar ik ben wel eigenlijk wel heel erg benieuwd traangas, wat er dan gebeurt. Ik heb zelf... Oh, we gaan eerst maar eens even kijken. Die shotgun die hoort er niet bij, die heb ik denk ik opgeraapt. Dat traangas, dat heb ik nog nooit gedaan of gebruikt. Dus laten we eens gaan kijken wat traangas inhoudt. Ik heb in ieder geval... dat moet ik zelf gaan gooien. Dat is wel... Eens even kijken. Nou, in ieder geval, ik wil mijn knuppel weer. En dan gaan we kijken wat er gebeurt. Allemaal traangas. Steek allemaal een middelvinger op. Ik ben benieuwd. Gaan we eens even kijken of natuurlijk... Dus vliegen mensen in de fik. Er wordt geschoten. Mensen worden agressief. Wegwezen jij, achteruit. Politie, afstand houden. U ook, wegwezen. Afstand. Opzouten. Wegwezen. Achteruit. 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 Wegwezen. Afstand houden. Politie. Wegwezen. Hé, hey, ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Oh, oh, oh. In ieder geval. Nee. Oh.
Wegwezen. Ik moet hier weg. Oh, kijk. Het gaat helemaal mis. Word ik nog geholpen of niet? De collega's komen wel, maar ze doen helemaal niks. Oh, ze mogen natuurlijk niet in de buurt van, deze festiviteit komen. Nou, dan moet het zelf maar doen. Wegwezen, jij vriend. Achteruit. Achteruit. Wegwezen. Boom. Groetjes aan Sven en Roy. Jullie zijn die knijterhard aan het lachen nu je dit hoort. Achteruit. Sowieso die hele crew daar. Lachen. Achteruit, mensen. Oh, wat hebben die een lol nu als je dit kijken, mensen. Ik durf te wedden. Svenergy, Walnut en Roy. Royalistic. Als die dit zien. Nou, excuses voor het onderbreken van die melding van net. Maar dat was omdat alles weer vastliep. Dus we zijn even snel doorgeswitcht naar een nieuwe setting. En we rijden nu op weg naar een gijzeling. We zouden verder op een gijzeling gaan zijn. En we gaan even kijken of we daar wat kunnen betekenen voor... voordat het eventueel het arrestatieteam er is. Kijk. Oh, we komen in de straat, dus het kan eruit. Het is midden in Hollywood, zo te zien. Of dat zullen we maar zeggen... Oh mijn god, er staat heel iemand onder schot gehouden. Er wordt daar iemand onder schot gehouden, mensen. Hoe kunnen we dit het beste benaderen? Af en toe kan het zijn trouwens dat mijn spel een beetje glitcht, maar dat heeft meer te maken met... dat mijn spel... ja, net even mislukt laden. In verband met waarom ik er net uitvloekte. Dus dat is een ding wat er kan gebeuren. Nou ja, in ieder geval, we staan hier. En we weten niet wat er gebeurt. Maar we gaan kijken of we die persoon kunnen tasten. Zodat er niemand gewond zijn. Anders moeten we schieten. Appetee. Oh, oh. Ja, hebben ze. Persoon schoot. Op de grond, meneer. Liggen. Achteruit. Op de grond. Als deze op u gericht is, u rare dingen doet, dan wordt u dan gebruik ik hem. Laten we het daar maar ophouden. Nou, in ieder geval. Attention all units. We are code 4. No further units required. Hey. Sorry hoor, maar als jij niet heel gauw je klauwen thuis houdt, dan ga je ook mee, vriend. Attention all units. We've got a high-ranking game member in transit in luister, hè? Backlot City. Die gasten zijn helemaal gek. Ik weet niet wat hier allemaal gaande is, hoor, maar ik ga hier weg. Deze melding is helaas gebukt, want ze blijven maar knallen en doen. Nou, dat kan helaas, dat is natuurlijk... Nou, dan gaan we daar maar kijken. Gaan we snel daarheen. Dus verderop zou de benzine gestolen zijn. Dan gaan we die melding maar doen, weet je. Ik bedoel, sommige meldingen, kijk, hier heb ik gewoon geen invloed op. Ik kan hier helemaal niks aan doen. Ik vind het wel jammer voor de melding dat het zo loopt, maar... Ja, we kunnen niet terug op zijn. We gaan gewoon lekker vrolijk door. We zijn weer een blij mens. We gaan naar de volgende melding. En we gaan kijken of we de benzine die even kunnen pakken. Ik hoop het nog, want die zijn meestal nog in de buurt. Oh, mijn spel. Zie je dat mijn spel glitst af en toe? Excuses daarvoor. Als het heftig wordt, dan ga ik er wat aan doen. In ieder geval, nou, we zijn bijna in de buurt van het benzinestation. Dus dat komt helemaal goed. We zijn er. Eens kijken hoor. Daar zou de eigenaar zijn. Goeiedag. Doe hem even neer. Even kijken, daar gaat hij. Meneer, ze zijn. Black Collar Buffalo. Oh, dit wordt een achtervolging, jongens. Oké. Okay. 60, ho, 349. Nou, dan gaan we die kant op. Ik weet alleen niet wat voor een wagen het is, dus het zal wel. Maar we gaan op zoek naar een zwarte wagen. Waarschijnlijk als ze in de buurt komen, dan vinden we hem wel. Of ze rijden echt als een stel bonanza's, dat kan ook nog. Gewoon echt als een stel wacky crackers. Alle kanten op. Nee, ik heb geen idee waar ik naar moet zoeken. Echt niet. Iets wat waarschijnlijk niet aan de kant zal gaan. We have a traffic alert. Oh, smack. Een zwarte wagen. Aan de kant, dame noemt her. Zou het dan die zijn? Jeep daar. Komen we gauw genoeg achter? Nee. Dat is hem niet.
Iets met een 60 was het, hè? Gaan we een beetje ordinair zoeken. Ik weet... Nou, hou op hoor. Hou op hoor. Daar reden we net. Aan de kant. Ik hoop wel dat mijn game het volhoudt, want hij is erg aan het glitchen. Waarschijnlijk volgt hij de weg hierheen als we dat hem weten. Dat moet wel. Of niet? Oh ja, zeker dat dit hem is. Stoppen jij. OC achtervolging. We gaan een hoge snelheid vandoor in noordelijke richting. Rijdt hij zelfs zo klem bij de collega's hier? Wat gaat hij doen? Hij rijdt het doodlopend gebied in. Nou, klem. Oh, voertuig geramd. Voertuig ramt. Collega ramt mij. Nee, dat denk ik niet. Ik klem hem af. Waar die ook heen gaat, die vies het. Nou, nee. Hier blijven. Pas stap uit dan. Pak hem. Nee hoor. Ja, ik denk graag te... Nou, dan gaan we er nog maar achteraan. Even kijken. 1, 2. Boom. Oh, wat een klap. Maar voertuig geramd mij. Ik wou het zeggen, gaat dat goed? Oh, wat gebeurt er nou? Mijn hele spel glitst weer. Oh. Ik hoop dat hij deze melding volhoudt, jongens. Ik hoop het zo. 1, 2. Oh, nee. Oh, niet die autorammen. Oeh, dat gaat net goed. Het is levensgevaarlijk. Die gast die had zo'n capriool uit dat we bijna de achtervolging moeten gaan staken. Omdat het anders gewoon te gevaarlijk wordt. Dan gaan daar doden vallen. Dat kan gewoon niet. Nou, we zijn in de buurt. OC, wat assistentie graag. Kijk, dat gaat helemaal mis hier. Oh, voertuig rijdt achteruit tegen mij aan. Wat heeft hij om? We gaan hem de pas afsnijden. Staan blijven. Oh shit, iedereen wordt aangereden hier. Het is gewoon, wat heeft hij om zijn nek hangen? Een walkie-talkie. Staan blijven jij. Op de grond man, liggen, je bent aangehouden. Pak hem maar Jeroen. Goed zo. Nou, we hebben hem in ieder geval. Dat is boffen geblazen. De politieauto's zijn naar de Kani. Gaan we in ieder geval... Oh, nou, zijn auto is ook gedespawned. Dat is wel jammer. Ik pak hem even. Nou, Jeroen heeft hem aangehouden. Dus Jeroen gaat hem meenemen. Dan gaan wij... Nou mensen, dat was het dan. Aflevering 87 LSPD of Art bij Prewing Game. Vond je het leuk? Vind je het een blauw duimpje omhoog? Abonneer op mijn kanaal. Volg me op social media. Je kan me vinden op Facebook en Instagram. Check dat even. Dat is Prio1 Gaming. Voor de rest, dank jullie voor het kijken. Tot morgen weer een nieuwe video. Yo.